Ja, dames en heren, we staan hier bij de Hamerspoel in Herpen. En we praten met de bestuurslid van HSV Het Sluiske, Bart Manders. Bart, wat is hier allemaal aan de hand? Nou, we kwamen gistermorgen, kreeg ik een telefoontje van een visser bij ons van de club, dat er allemaal meeuwen boven het water vlogen. Nou, toen hadden wij al in de gaten dat we hetzelfde probleem hadden als vorig jaar. Dat er een vis sterft ten opkomst is door het zuurstofgebrek in het water. Ja, zuurstofgebrek in het water, waardoor de vissen uiteindelijk doodgaan. Ja. En toen hebben wij meteen meneer gebeld, Kees de Haan van de federatie, plus mensen van de gemeente. En die hebben een plan van aanpak opgenomen. En nu gaan ze alle vissen eraf halen, zoveel mogelijk, en uitzetten op de gracht, de karpers en de witvis op de wetering. Om de vis toch te besparen voor het leed dat ze allemaal doodgaan. Ja, want even een stapje terug. Vorig jaar is er ook al een zuurstofkort geweest, maar toen is het wel fout gegaan. Toen waren ze te laat erbij. Toen is er heel veel vis gestorven en toen hebben ze van de gemeente uit hier een waterpomp opgezet. Die het hier 12 dagen stond te draaien. En ja, dat heeft eigenlijk toen wel goed geholpen, maar ja, daar kwam zo'n kostenplaatje aan dat ze dat dit jaar niet meer willen. En ze willen gewoon een ander aanpak hebben, wat ook blijvend is voor het goede visbestand. Ja, dus nu als noodoplossing, nu moet de vis moet eraf, hè? Deels naar Raafstein, deels hier naar de wetering. Maar dan ligt er ook een plan klaar om het te verbeteren. Er ligt een plan van aanpak klaar bij de gemeente. En daar gaan ze op korte termijn denk ik toch wel mee beginnen. Dat hebben we gisteren met de heer Van der Wolk van de gemeente te horen gekregen. En hoe en wat, ja, dat plan daar ligt er klaar. En dat weten wij nog niet precies, maar dat ligt in ieder geval op de gemeente al klaar. En dan gaan we ervan uit dat er volgend jaar het opgelost is en dat er geen zuurstoftekort meer is. Juist. Dat wij toch hier binnen, het zal komend jaar misschien niet, maar dat jaar erop, dat wij hier toch wel weer fatsoenlijk kunnen vissen. Met de verstandshouding, wij hebben een plan gekregen van Kees de Haan, daarbij dadelijk hier weer een visbestand op komt, waar eigenlijk tot dit water behoort. Nou, we gaan het volgen en we gaan kijken wat er allemaal voor vissen uitkomen. Succes de komende tijd. Ja, dankjewel. Aan wie ligt dat? De aanschoppers. Oh, ja, het nog een snoek meer. Kijk maar een snoek. Kijk maar een karper. Draai eens even om, Even wachten, even zo al. Ja, dankjewel. Je moet kijken wat snoek dat je erin zet. Mooi? Ja, dan een snoek, hè. Er zijn er drie. Dit is gewoon een kuipje. Zeker. Ja, inmiddels staan we aan de gracht waar de karpers worden uitgezet die weggevangen zijn in de Hamerspoel. Ja. Oh, moet je... Ja, de film is echt belangrijk. Ja, mooi is, hè? Kijk eens. Zo. Een goudkarper. Ja. Oh, die moet je even, Peet, die moet je hebben, joh. Die valt hier op een kilometer op. Hij is te groot voor de aalscholvers. Ja, dat wel. Kijk eens een mooie, hè? Ja, geweldig. Ja,
Er staat een bun op het vrachtautootje waar ze slevend vervoerd zijn van de hamersprongen hier. En dan drie uit, hier komt nummer 4. Zo, dat is helemaal. Wat denk je dat die weegt? Schat is. 16 kilo? Hè? Nou, roep eens wat. Ja, 15, 16. Hè? 15, 16 kilo. Een monster, kijk even. Kijk, mooi. Ja, je zult hem maar aan de haak hebben, hè? Ja, dat is goed. Ook dat is een aardig monster. Zo. Ja, ik zou zeggen boerenkarper, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Gaat in het netje. En er zit dus een gat onder het net. En dan haalt hij het net op en dan zakt de karper eruit. Ja, dikker. Dikker en korter. Oh, dit is een hele vette. Ah, een varkentje lijkt het wel, hè. Gaat ook het net in. Kijk, er zit een aalscholf al te loeren daar, zie je dat? Hé? Hey? Ik zal hem er aan boven in. Ja, bij de gele huisje daar. Die zit al te loeren, hoor. Die kleine vis is daar. Ja, twee jonge mannen voor me en dit is... Koen Burger uit Tolen van Kooivis. En daar hebben we... Martijn Heijboer en ook van Kooistravisserij. En ook uit Olen. Ook uit Olen, ja. Okay. Klopt. Ja. Ja, en natuurlijk een stomme vraag, hoe kom je hier terecht of waarom zijn jullie hier? Ja. Het wordt eigenlijk niet zoveel gedaan. Er zijn niet zoveel bedrijven die dit doen. Ja. Die hier gespecialiseerd in zijn. En, ja, daarom zijn wij hier. Jullie bedrijven zijn ingehuurd en ja. Die zitten ook in Olen of zo. Ja, 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 dat klopt. Ja. Ja. Doen jullie dit werk vaak of komt er maar weinig voor? Ja, dagelijks eigenlijk. Dagelijks? Ja, dagelijks. Toch zeker 3-4 dagen in de week. Ja, en dan moet je van Tolen naar Ja, dat ligt eraan waar er aan de sloten gewerkt moet worden of sloten gedempt of visterfte. Ja, dat is van Duitsland, Nederland, België een beetje. Ja. En jullie bedrijf is helemaal op de visserij afgestemd? Ja, we doen... Voor baggeraars werken we veel en dan vissen wij het eerst leeg en dan kunnen zij daarna gaan baggeren. Ja. En daarna plaatsen we die vis weer terug. En voor visclubs die willen kijken wat er zit en, en als het leeg moet, dan vissen wij het vakkundig leeg. Ja. Dat vangen, ik begreep dat er ook een stroomstoot op jullie net zit. Klopt dat of is het een sprookje? Ja, dat klopt. Ja. We verdoven de vis. Ja. En de vis die worden die stroombaan naar het schep net toegeleid. En zo kunnen we ze opvissen. En dan verdoven ze voor een poosje, zodat we ze kunnen pakken. En daarna komen ze weer bij en dan kunnen ze weer verder zwemmen. Dan, nee. Voor dat de is... dieren die verpers. Ja, nee. Dat is zomaar om ze makkelijker te kunnen vangen. Ja. Het liefst doen we het met een net. Maar dat was in dit geval niet van toepassing eigenlijk. Nee, maar nou staan wij zo'n grote vijver als de Hamerspoel, waar jullie net geweest zijn. Nou, jullie hebben heel veel karpers ook gevangen en zo. Hoe weet je waar ze zitten? Ja, dat is vissersinstinct. Als die een rondje rond de plas doet, dan kijkt hij even. Dan gaat hij rondje varen. Kijken wat de dieptes zijn en dan met wat voor materiaal je gaat vissen. En dan weet je ongeveer na een halve dag wel wat er zit en hoeveel en waar. En zo vissen we het leeg. Ja. Ja, jullie voeren niet eerst met brood. Nee, dat gaat te lang duren. Dat doen we in het weekend. Jullie ontmoeten dat vaker. Gebrek aan zuurstof was hier ook het geval. Wat kan er een oorzaak van zijn? Ja, dat kan verschillende oorzaken hebben natuurlijk. Over het algemeen komen we voor vissterfte door de hitte. En dan wordt het te warm of te weinig waterstand. Ja, en in dit geval, ja. Zuurstofgebrek door hè? Blad. Zuurstofgebrek door vallend blad van de bomen. Ja. Dat vormt een laagje op de bodem, dat eet zuurstof. Weet maar ook niet kan precies. Niet door het schoonmaken van landbouwvoertuigen of zo? Nee. Dat kan niet. Nee, of ze moeten er gif in hebben geloosd, maar... Nee, dat kan niet. Goed.
Goed, mannen, in zoverre bedankt. Ja. Ja, mij maakt het ook niet uit. Nee, ja, net zo makkelijk. Doe maar.